Goedenavond, beste dapers. Hier ben ik weer. En vandaag heb ik het goed mij gemokt. Het plezant mij gemokt. Ik ben er nog altijd niet goed van eigenlijk. Ik heb iets gekregen voor te reviewen. Van de Vaperstore Haastoblenberg krijg ik deze Woody Vapes X200 schoenmachientje. Ik heb allemaal wat getest vandaag en ik moet zeggen, schoenmachientje. Maar ik ga hem al niet helemaal laten zien. Ik kan er een klaar review van doen. Ik kan er eens op dampen, je gaat dat zien. Ik heb hier al twee, drie perkjes klaarstaan voor die schoten dampen ze beet. Maar ik kan al niet eens laten zien waar het er allemaal in het toosje zit. Ik ga die lamp even weg doen. Je ziet, het eerste al, schoon doosje met de X200 Woody Vape. Alles tot er zo wat op. De andere kant, ook alles wat erin zit, staat erop. Gezegend. Eén keer 200 watt TC-mod zit erin. Dus ja, dat is een 200 watt en temperature control. Eenmaal USB. Ik kon eens hier even het pakken, want ik ben even het vergeten. Ik ben al terug. Sorry, even mengsel. Wat staat er nog bij? Eén USB zit erin, zeggen ze. Een user manual en een warranty card. We gaan dat eens checken, hè. We gaan dat doosje openen. Het eerste wat we tegenkomen, hebben we het doosje openen. Gezegend, de mod met het schoon houten voorkantje. Uniek. Elke kant is anders. Het is niet heel groot. Ze hadden het misschien wat groter mogen maken, want je gaat zo beter de rest van de mod zien. Maar ik vind het wel heel schoon. Wat zit er hier nog in? Een USB-kabeltje. We gaan al eens eerst die mod eruit halen. Ik heb ze vast. Dan wat zien we nog? Gaan we wat dichter zetten? Nee, dat helpt niet. We hebben hier de user manual. Het gebruikelijke. Waar alle knopjes zeggen. Wat staat er nog allemaal op? Switch button, lay, voilà, plus min button. Alles wat er moet opstaan. Aan de andere kant staat er allemaal een hele hoop tekst en hoe dat alles wat marcheert. Het typische boekje. Het enige wat er wel in staat, ik heb het hier ergens zien staan. De fire button noemen ze de smoking button. En wij zijn geen smokers, wij zijn dampers. Dus dat vind ik een beetje jammer dat er smoking button in staat. Maar je zit onveranderd. En het warranty kortje zit er ook in. Ik vind het een schoon doosje van binnen, schoon zacht moesje en zo. Schoon doosje. Doosje gaat opzij. De USB-kabeltje. Zweren we er ook af. Dus, het volgende dat we gaan doen. We gaan dat motje eens bezien. Het eerste dat we zien. Een voorkant in het hout. Hoe noem het? Ik heb het hier gezien. Gestabiliseerd hout hebben ze het genoemd. Het paneeltje. En de fire button is dat ook. Maar de fire button, die is niet zo gekleurd als de voorkant. Maar ik vind het wel leuk te hebben. Dus, wat hebben we daar nog? De bovenkant. Een gene chip. Ik weet nog niet zo goed, maar het schijnt dat ze het goed. En Woody Vapes. En de 500 en de 510 aansluiting. Dus, wat hebben we daar nog aan de voorkant? Onze fire button. Onze plus, onze min en onze USB-aansluiting. Waar dat zoek van zeggen, dat als je de batterij erin steekt en je sluit hem al met een USB, het zou gelijkmatig oplaaien. Ik heb dat nog niet geprobeerd, want ik laai mijn batterijen altijd extern op, maar als je hem erin oplaait, het zou gelijkmatig gaan. Ik zal het ooit eens wel eens testen. Dus, we gaan beginnen. Oh nee, ik ga nog even een achterkant laten zien. Je ziet, de voorkant is zo dat met het embleempje en dat stabiliseert woud. En de achterkant is gewoon plastic met het embleem met California X200 Woody Vapes. Maar ik vind het wel schoon, er is zo een zilveren randje om. Gezegend en aan de onderkant een beetje airgaten. We gaan dat eens open doen. Hè. Ik heb er al batterijen in zitten, denk ik.
Ja, er zit de batterij in. Ik zal ze er eens even uithalen. Ik ga de die eruit halen ze. En ik ga de rander pakken. Hier even wachten. Dan ga ik al een, ik zal het al nog even laten zien. Dan kun je nog even wat voort zien. Pak die batterijtjes er even bij. Oké. Okay. Dus je ziet hier de binnenkant. En er staat op plus, min, plus, min. Alles tot de schoonetjes op. Voor de rest, alles is gewoon bedekt. Je ziet niks meer. Een hele pruiper aan binnenkant. En je ziet hier de vier vestjes. De achterkant, vier magnetjes. En ik moet zeggen, dat sluit schoon aan. Dat past gewoon. Tot hiertoe geen problemen mee. Want ik heb hem vandaag al een hele dag getest natuurlijk. Ik kan er een batterijken in steken. Die komen ook van de Vijperstore Haast op den Berg. Ik vind het al een schoon doosje. Ik vind het een schoon kleurje. Of dat goed is, dat gaan we natesten. Zo. Want de deze die heb ik nog niet gebruikt. De plus naar de plus. We doen die doosjes open. Ik heb ze al wel opgeladen natuurlijk. Want je krijgt ze niet opgeladen hè, als je ze koopt. Ze zijn wel al opgeladen. Ik speel een beetje vals. Zo. Die plaatsen we daarin. Dat past allemaal proper. Je ziet. Dat klikt er schoonetjes in. Je hebt daar geen problemen mee. We gaan dat de schoonetjes van achter terug opdoen. Je ziet. Plop, dat klikt aan en niks bieber, niks beweging. Zit allemaal goed vast. Moet zeggen, schoon matje. Past goed aan. Dan de fire button aan en we krijgen het scherm. Ik ga eens zien of ik dat beter in beeld hier nog krijg. Ja, zo. Je ziet het scherm. 60 watt. Ik kan dat verzetten met plus en min. Deze is de plus, dat is de min. Je ziet hier boven hier nog de batterij staan. De ohms. En de voltage. Als je fired, komt daar voltage on. Ja, er zit geen mot op na, dus. Allee, ik bedoel, er zit niks op van boven, van de tank. Dat is de fire button. Het grappige is wel, als je twee keer een hier op duwt. Met de plus en de min tegelijkertijd. Even proberen, want... Ik heb dikke vingers. Plus en min tegelijkertijd. Het doet niks. Allee. Normaal gezien zou dat schermen moeten omdraaien, zeggen ze. Maar mijn mot doet dat precies niet. Ik heb het nog niet geprobeerd. Nee, de mijne doet het niet. Heel straf. Vind ik dat nou niet aardig eigenlijk. Maar allee. Het is toch raar. Ik had op de reviews gezien dat hem dat moest doen. Vel zijn mijn vingers te dik. Nee, dat doet het niet. Ik vind dat niet aardig. Is misschien een andere versie. Misschien dat je die moet updaten of zo, maar ik kon dat niet doen in ieder geval. Dus dat staat er ook op. Dan. Voilà, kom on, zeg. We zullen er eens eerst even het opfasen. Misschien dat het allemaal wat beter gaat. Hè? We gaan beginnen met een twisted message erop te vazen. Of met een farra, nou, met een twisted message. Je hebt er nog niet op gestomd. Ik heb eigenlijk vandaag al heel een taak gedampt ermee op 60 watt. Wat komt erop? Yes or no, no coil. We pakken yes. Voilà. 0.28. Komt erop. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Ik ga wat uit, wat in. Ja. Wat gaan we doen? Die ga ik iets hoger zetten. We zullen die eens eerst rond de 80, maar... drie keer klikken. En dan komt hem in temperature control. Het enige dat je daar wel mee hebt is, als je mijn temperature control zet, dat je de wet niet kunt regelen. Al de rest, als je nog wat daar duwt, kun je allemaal... Valt er door allemaal. Dat kun je allemaal nog regelen, geen probleem.
maar de wet kunnen niet afstellen. Dus de temperature, allez, nickel, stainless steel en terug in wat, want ik damp wat. We gaan eens zien, alles tot er goed op. En dan ga ik dat eens proberen, hè. Op 80 watt, met mijn, want voor de rest, wat kan ik, kon eens eerst zien wat ik kon eens eerst een domkje doen. Je ziet dat fire die al rap. Ik kon eens even zien wat ik er nog kan van doen. Ja, de ramp-up time van de fire button, dat zou 0.3 seconden zijn. 0.3 seconden. Ik moet zeggen, ik ving hem goed. Hij is heel rap. Want als ik het zo vergelijk met mijn alien. Ik kon eens zien, hier is een box van een alien. Ten eerste van grootte. Ik moet wel zeggen, het is wel een groot spel. De breedte, de alien tegenover dat. Het is wel een boomerang machine. Dat is wel zo, het lijkt nogal zwaar en groot in de hand. Maar ik vind het wel iets hebben. En ik moet wel zeggen, het fire deal rap. Ja, voor de rest, het is een Amerikaans ontwerp. En het is geproduceerd in China, wat else? Voor de rest, het gaat van 7 watt naar 200 watt. Ik zei nou, momenteel heb ik hem op 80 stond. Ik kan hem zo mooi brengen. Naar 90 watt. Een fire dicht. Bangelijk rap. Dat moet ik wel zeggen. Dat was 100 watt. Ja. Ik kon er 110 met een deze nog. Met die kool ken ik dat nog wel. Ja, dus gezien. Dat machientje, dat marcheert wel goed. Ik ben er enorm content mee. Ik kon dat koesteren. Want ik vind het echt wel iets schoon. Ik vind het eigenlijk te schoon voor overal mij te sluiten en constant buiten. Dus ik kon dat werd van mij een motje dat ik hier thuis binnen kon gebruiken. Maar ik vind het wel. Ja, het schietrap. Het fire trap. Voor mij is dit goed. En als je het zelf wilt, het is te verkrijgen in de Vapor Store haast op een barig. Wat dat kost, juist. Ik heb het niet daarover vragen. Ik heb het op het internet gezien. Goeie koop echt is het niet. Maar het is niet van de deal doorgevallen ook niet. Dus ik vind het wel een aanrader. Het lijkt wel zwaar in de hand, maar ik vind het schoon en tij wel iets. Het enige dat ik wel jammer vind dat ze er niet bij hebben, dat is een beschermingsje voor het schermpje. Want ja, ik heb mijn ringen altijd aan en er staat al een kraakrasje op en dat vind ik wel jammer. Maar voor de rest is dat een schoon toestelletje. En ik kan het iedereen aanraaien. Meer heb ik er niet van te zeggen. Dus ik kon ik daar nog eens even. Weet je wat? Weet je wat ik kon doen? Ik kon door mijn Faraya nog eens opdraaien. Zo. Ik heb gezien hoe dat ijs erop staat. Het is wel zo. Dat moet ik ook nog wel. Ja, dat is ook nog één konnetje dat ik moet zeggen. Het ding. Waar dat je hier denkt. Dat ligt er wat hoger op. En dat is maar 22. Dus vanaf dat je een 24 opdraait. Dan heb je zowel een klein dingetje dat je het verschil ziet. En als ik nou, je gaat dat direct zien, met een alien erop draaien, met een Faraya erop draaien. Wat zeg ik nou, met een alien? Ja, ik ga met een alien erop draaien, nou zijn we goed bezig. We draaien die Faraya erop. Dan zie je, die splijt hier wel een beetje. Maar stoort dat niet. Echt niet. Want ik vind dat dat nog wel goed meevalt. Maar je hebt misschien mensen dat dat wel kan storen. Een no coil, yes, zeggen we weer. Maar met die coil gaan we naar 60 watt. Sweet spot voor deze coiltje, vind ik. Er steekt een single coil in.
En die in die schoot op 60 watt. Je ziet, zelfs die Ferrari, die stond daar ook schoon op, vind ik. Het weegt wel goed in de hand na. Maar daar ga ik ook nog eens een dompje mee doen. En het enige dat ik nog kan zeggen, is afscheid pakken van alle vandaag. Pakt allemaal al een domper vanavond. Goed dompen. En ik kan nog maar één ding zeggen. Wat een domp, maar komen.